Danny's killed on the blauw. Van Hufflepuff en Ravenclaw. Wie heeft de meeste toverkracht? Wie wint het meest van alle? Hallo kijkers van Shiny Sprites, op een gloednieuwe aflevering van Harry Potter Generations met Rusty. Yeah. Rusty, wanneer ga je me nou een keer een game laten winnen? Never! Nee, natuurlijk niet. Het staat niet in mijn planning in ieder geval. Het zou wel mooi zijn, maar het staat niet in mijn planning. Sad. Are still several shields to collect. Oh nee toch? Nou, het is niet best. Het is even wat stenen jieten. Kijk, hoe zat het ook weer? Wow, jij hebt dingen opgezocht, ik weet het zeker. Nee, het schoot me ineens te binnen. Ja, leugens. Liegens. Oh ja, als ik... Ook meteen verdacht dat ik dingen heb opgezocht, hè? Ja, anders weet je er echt niet opeens. Nou, Emily, gaan we nog wat doen, of? Het schoot me gewoon te binnen dat die fontein kapot ging, maar dat de schild niet naar je toe kwam. Dus ik denk, probeer eens met Accio. Ik word meteen beschuldigd van dat ik dingen opzocht. Ja. Ik vind het niet eerlijk. Je did be opzoeking. Ai. Nou, dan gaan we maar gewoon een keer gezellig jouw kant op, hè? Doe dat maar. Harry. Jongens, duwen. Je kan niet op vuur lopen. Ron, help nou eens. Nee, Harry, niet toch opklimmen, jongens. Slimmerik. Nee, niet erop klimmen. Goed zo. Oh ja, tuurlijk, dat vuur was mij al lang. Ik was al lang voorbij dat vuur en nog raakt hij mij. Vuur is onzin. Kap, retract hem. Aquaructo op de. Emmeline, kom je ook nog? Nee, Emmeline gaat echt niet komen. Tjoh. Jezus, Emmeline, waar blijf je? Emmeline! Dat ding is gewoon open, kom hier! Muts, kom hierheen. Zo, en nou hierheen komen, dan gaan we met z'n allen aquaructo doen. Zo. Hoppatee. Wichard Levioso. Hup. Emeline, als het kan vandaag nog. Wat een kut, broer. Kom. Nou, ook meteen weer gewoon... Ja, wat ze verdient. Het is ook gewoon meteen wat ze verdient, hè? Ja. Oh, ik weet nog wel waarom... Ik weet weer waarom iedereen deze game zo kut vond. Wel? Ja. Dat ging snel. Oh, is dat gewoon genoeg? Holy shit. Oh, je hebt afgekeken, ik hoor het al. Ja. Natuurlijk. Tjonge. En dat doet maar gewoon, hè? Tuurlijk. Ja, ik geef je geen ongelijk. Goed zo. Hij doet mij ook gewoon precies na, hè? Deze man.
Ik ben toch zo'n pants, zo'n smarty pants. Ja, daar geef ik je genoeg gelijk in. Zo, dan ga ik maar eens even bij het verboden bos kijken. Verboden bos. Want bij de andere schilder kan je nog niet komen. Nu is de vraag, heeft Milan nog een keer afgekeken? Ja, dat moest wel, maar dit had ik zelf wel bedacht. Ah. Nee, ik had het niet daarover, maar... Oh. Nee, ik heb niet afgekeken dan, denk ik. Oh. Nee, oké, nee, dan is het goed. Hop, de carproject. Oh ja, tuurlijk, dat was dit, hè? Wat? Waarom zegt... Dit was ook heel slecht gemaakt, dat weet ik nog wel. Ja, dit is echt... Kom op. Ja, ik jinx ze ook niet, ik wil gewoon het gebruiken als katapult. Oh, dat werkte zo, hè? Om hier schild. Oh, dit gaat weer gezellig. Oh, er lag er nog een. Hier komen. Auw. Ja, wat is er? Wat we doen? Maar deze kenden we al. Die zien er niet zo heel veel anders uit, toch? Oh, ze zijn een stuk groter. Ze zijn een maatje like gegroeid. Zo, dat was dat. Oh, en dan komt er ineens nog eentje. Oh, is twee zelfs. Nou, dan doe je weer gewoon even zo. Hoe de hel blaas ik die muur op? Met geheime tunnels. Geheime tunnels zijn er... Oké. Okay. Als jij zegt Milan, dan zal het zeker waar zijn. Dat wou ik zeggen. Nee, enemies, leave Britney alone. Leave me alone. Echt, hè? Nog meer van die kutbeesten? Oh, wacht maar, er komen er nog veel meer. Auw. Wat? Huh? Oh, nou top, dat is schild nummer 3. Waarom zijn hun met zoveel? Oh, hi draak. Ik loop wel zo. Krakio is ermee. Maat. Hey. Och ja, oké, zijn ze weer met een stuk of twee. Hallo? Waarom doet hij het niet? Huh? Ik kan niet toveren. Kan je niet toveren? Nee, ik Je moet... er zit een ketel. Ja, die ketel die hier zit. Nee, die niet. Er zit nog een ketel achter die dingen. Wat? Ja, achter die... achter dat schild zit nog een ketel. Oh ja, maar ik kan die niet focussen, zeg maar. Nou, oh, je kunt ze ook gebruiken als katapult. Ja, maar ik kan dus geen spreuk op hem doen. Oh, dat is vreemd. Kijk, ik kan allemaal niks doen. Ik hoor je echt op die knop rammen, dus... Ja. Dat is vreemd.
Kijk, deze doen het wel. Oh. Dan durf ik het niet te zeggen wat het probleem is. Nee, het heeft nergens niet te zeggen, want als die daar wel doet en op dat stuk niet, dan... We reframen deze bezels. Oh, checkpoint. Nice. Oh, huh? Oké, we gaan van vechten. Helemaal prima. Ari, lekker jongen. Schiet gewoon op Hamelin. Maakt jou het uit. Heb je hem? Ja, ik heb hem maar gewoon een steen op die beesten gegooid. Oh. Oh, en ik ben dood. Nice. Lukt het, Ron, of moet ik even helpen? Help lekker, hè? Zo. Eens even kijken. Oh, weer drie van die beesten. Het is een Hongaarse hoornstaart. Ja. Oh, ik ben dood blijkbaar. Kap, retract hem. Lopen. Wie is er dood? Oh, Ron is dood. Niet de Ronnie Pony. Die was te ver. Waarom zo taf is veel van die beesten elke keer? Ja, ik heb er hier ook al heel wat gehad. Kom op, ik wil gewoon eventjes goed mikken. Goed mikken. Lekker, Ron. Ga er lekker voor staan met je kop, jongen. Zo is het. God. Echt, ik had hem perfect gemikt om bij dat minischild te komen. Wat doet Ron? Die gaat ineens... Oh ja, weet je wat? Ik ga er even voor staan. Kutdraak? Gaat krijgen tyfus of zo? Hoezo heb je trouwens zoveel... zoveel Joko-kikkers? Die hebben we gewoon opgeraapt. Die heb ik gewoon gevonden tijdens het spelen. Auw. Was die goed? Nee, ook niet. Oh, wat een ellende. Kan ik deze niet gewoon gebruiken als mikding? Ja, Ron, lekker weer, jongen. Je staat er weer mee kop voor. Fantastisch. Al die moeite om bij je minischild te komen. Hè? Ik heb hem. Nee, niet te... Oh. Huh? Wat? Ja, er gebeurde niks. Oh, wat? Nou.
Oh, dan ga ik terug. Nee, oké. Okay. Die kant moet ik niet op. Hi, draak. Oh, natuurlijk. Ja, de draak heeft vuursalamanders tevoorschijn gehaald. Zo zijn draken. Ja, 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 ellende. Salamander, ga van dat vuur af. Oh, dit spel, joh. Je zou het ook misschien zo helpen als die kut Hermelien gewoon niet elke keer in de weg zou lopen. Bij jou is het Hermelien, bij mij is het Ron. Oh, en Ron en Hermelien zijn allebei... Oh, ik ben ook dood. We zijn alle drie dood. Fantastisch. Is deze game al af? Hè? Huh? Ik zei, is deze game al af? Oh nee, helaas nog niet. Zo, mag ik nu verder? Volgens mij wel. En dan gaan we weer kappen, retractum. Hoeveel moeten we nog voor dit level klaar is? Ik ga de andere kant op, want ik heb het werk niet. Wil het niet? Nope. Hey, mini schild. Auw. Oh, auw. Ja, lekker, joh, Harry. Ga lekker in het vuur staan, jongen. Oh, dit is veilig. Nee, mijn smekkies! Taf is veel van die beesten. De smekkies zijn van de boom gevallen! Hoe durven de smekkies van de boom te vallen? Dat kan toch niet, dit? Nou, hoeveel van die beesten zijn er nog? Oh. Oké. Okay. Is een ding. Dit wordt nog interessant. Moet dit... Moet deze fight? Kan ik hem skippen? Hermelien, help! Doe iets! Tuurlijk niet, het is Hermelien, die gaat je erg niet helpen. Nou prima, dan doen hun mijn gouden leven, Josai, maar mij het uit. Oh, dat ging soepel. En level klaar. Leuk. Ja, leuk. Oh! Zal ik eerst de schilder pakken of zal ik eerst tegen een draak gaan vliegen? Lastig dit. Au. Ja. Ja, ik wou nog even meteen draken vliegen. Dat doen we de volgende aflevering wel. Engelse Basil hier. Ja, je kunt het, Milan. Oh, wacht maar, tot degene die je hierna krijgt hebt.
Oh, leuk. Mijn schoenen staan er geschreven. Hè? Ja, dan heb je de boeken niet gelezen. Oh. En dat heb ik ook niet. A blast and it's screwed. Oh, tijd is voorbij. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.